Ja, hij staat er weer, hè. We waren even bevrijd. We dachten, nou leuk, een nieuwjaars kerstcadeautje kregen we. En voor 1 januari gaan we weer naar de ding kijken. We wonen er net tegenover daar. Ja, ik vind het niks eigenlijk. Hadden ze het maar doorzichtig moeten doen, zodat mensen van de overkant doorheen kunnen kijken. Deze kleur rood is voor mij een symbool voor alles. Want het is heel duidelijk. Het is een, het geeft warmte. En ik denk, een soort vrolijkheid moet je ervan krijgen, van kleur. En als je dan dat trieste van die gebouwen in, als het een beetje regent of wat dan ook, staat er toch een pluspuntje. Gemengde gevoelens vandaag in Noord bij de plaatsing van het nieuwe kunstwerk De Muur van Alfred Eikelenboom. Maar niet bij de dochter van de inmiddels overleden kunstenaar Esther Eikelenboom. Zij heeft het toch voor elkaar gekregen dat de Noorderlingen weer van een mooie, rode, nieuwe muur kunnen genieten. Ik ben heel blij vandaag. Ja, het is een bijzondere dag. Hoe vindt u hem geworden? Hij is gewoon precies zoals hij was. En daar ben ik heel blij om. Kleur is goed. Hij is gewoon precies zoals hij was. En dat is hij jarenlang natuurlijk niet geweest. Maar laat die dochter het lekker bij de ragen in de tuin zitten dan. Als ze het zo mooi vindt. Want wij vinden het allemaal afschuwelijk hier. Heeft u de discussie een beetje meegekregen over de muur? Of de roze ligakoek, zoals ze hem ook wel noemen? De roze ligakoek, ja. Of de rode liga. Het moet natuurlijk de rode liga zijn. Maar omdat die helemaal verkleurd was, op een gegeven moment roze was geworden. Ja. Nee, ik heb wel, tuurlijk heb ik ook meegekregen. Ik kon hem helaas niet in mijn tuin plaatsen. Daar is hij net iets te groot voor. En begrijpt u ook dat sommige mensen vinden, ja, het neemt mijn uitzicht weg? Ja, ja, dat zeiden ze toen ook, ja. Ja. Je kijkt uit op een kunstwerk, ja. Het is een beetje als een soort vaas in je huis, weet je. Sommige mensen vinden het mooi, sommige mensen vinden het niet mooi. Maar ik kan er in ieder geval over praten, of het, wat het betekent, waarom het rood is. Hij is wel mooier dan die er stond, of niet? Hij glimt meer, inderdaad. Ja, hij glimt meer. Maar dat mag ook wel voor 210.000 euro, toch?